Zaland Sport. Zaland 1. Nabeschouwing. En die is met Irene Klein-Herenbrink. Goedemiddag, Irene. Hoi. Hi, je bent keepster van Wezepen en gisteren speelde je tegen Klarenbeek. Je verloor helaas met 23-26. Had het andersom kunnen zijn? Het had andersom gemoeten. Oké. Okay. Ja, ja, nee, ja, het had zeker andersom kunnen zijn, maar het zat er niet in. Nee. Kun je vertellen wat er aan misging of waarom jullie het niet gewonnen hebben? Ja, schelte uiteindelijk. Dat is denk ik in één woord goed samen te vatten. Ja, vanaf het begin af aan al wat loom en missen van kansen. Verdediging moest ook even op gang komen. Uiteindelijk kregen we het hier wel redelijk staan. Ja. Maar ja, het schelpen, het missen van de schelpen, dat als de bal wegrolt, dan gewoon direct achteraan moet gaan. Maar ja, dat nu iets minder in een felle beweging, maar iets meer afwachtende of zo. Ja. De felheid was ver te zoeken. Ja, maar kun je het scoren voorlopig een beetje vertellen hoe het ging? Hè? Je verliest uiteindelijk, maar heb je ook stukken voorgestaan? Heb je steeds achtergestaan? Ja, nou, volgens mij hebben we eerst in het begin even achtergestaan. Toen kwamen we wel weer voor. En ja, volgens mij was dat rond de rust redelijk gelijk. Of dat we iets voor stonden of achter, dat weet ik niet eens meer. Mm-hmm. En uiteindelijk in de tweede helft liepen zij wel echt uit. En ja, er kwam bij ons denk ik de frustratie te veel naar voren. Ja. En als je dat dan mentaal niet meer om kan zetten, dan, nee. Ja, dan wil elke bal niet meer natuurlijk. Nee. Waren jullie dan niet scherp genoeg in de hele linie? Of zeg je, ja, het is misschien altijd een beetje lullig zeggen. Jij bent zelf keepster, je ziet het spel voor je gebeuren. Zijn het dan de mensen die in de voorhoede spelen die de bal er niet in gooien? Of is de dekking niet goed genoeg geweest? Combi. Het is bij mezelf ook. Hè. Ik heb zelf ook wel wedstrijden dat ik denk, ja, ik had ballen kunnen pakken die ik normaal wel heb. En nu niet. Nou, dat had ik nu ook af en toe. Mm-hmm. Niet heel erg, maar op het moment dat je op een gegeven moment, ja, ook met name de kansen in de aanval gaat missen, dan moet je drie keer zo hard gaan werken in de verdediging. En als je dan de scherpte niet hebt, ja, dan ga je grote gaten slaan. Ja. Dan horen we wel eens in het voetballen, hè, dat mannen die voetballen, die kunnen elkaar nog wel eens helemaal afkafferen, zeg maar, in de kleedkamer. Wat, ja. Wat zeggen vrouwen tegen elkaar in de kleedkamer als je zo'n wedstrijd verliest? Nou, je krijgt mij niet gauw boos, maar ik ben echt deze wedstrijd ben ik echt heel boos geweest. Het ja. Einde van de wedstrijd echt. En gewoon, ja, wat wordt er daarna gezet? Er had zoveel meer ingezeten. En er werd niet op de persoon gespeeld. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf heb gezegd is tegen een paar meiden van, joh, waar waren jullie? Normaal de felheid die er is. Waar was het? Het was allemaal helemaal timide. En dus dat wel, maar niet geen schaalkanonades of nee, precies. Nee, maar hoeft ook niet. Maar je kunt elkaar, of we kunnen elkaar, mensen kunnen in het team wel elkaar gewoon zeggen van, joh, ja, normaal heb je die kwaliteiten. En vandaag zag ik het helemaal niet terug. Ja, dat kan natuurlijk een oorzaak hebben. Hè? Dus, maar het is een groepsgebeuren. Hè? Dus in die zin, je wint met elkaar, je verliest met elkaar. Meestal heb je dit soort wedstrijden er altijd één keer per seizoen in zitten. Dus nou ja, die heb je nu gehad. Nou, nee, ja, de vorige wedstrijd was nog iets erger. Dus wat ook werd gezegd, dat heb ik niet gezegd. Deze wedstrijd was iets minder slecht dan de vorige. Mm-hmm. Ja, en het, ja, uiteindelijk is in het verliezen komt natuurlijk de sport ten puurste uit. Want winnen is denk ik heel makkelijk. Ja. Dan moet je vooral blijven doen wat goed gaat. En dat vasthouden. Maar ik denk, op het moment dat je verliest, dan moet je vooral gaan zoeken naar maar wat gaat wel goed. Mm-hmm. En daar meer van doen. Maar vooral ook durven te vertrouwen daarop. Ja. En dat is denk ik, het is een stukje scherpte, maar het is ook het stukje durven vertrouwen op jezelf en wat je kan. Want op de trainingen en in de oefenwedstrijden ging het allemaal fantastisch mooi. En dan is het jammer dat je dat in dit soort wedstrijden niet ziet. Nee, precies. Nu sta je in de middenmoot met 6 punten, 6 wedstrijden. Maar er zijn een aantal teams met 6 punten, alhoewel het aantal wedstrijden dan iets wisselt. Volgende week speel je tegen UDI 1896, maar ja, die staat ook op 6 punten. Als je daarvan wint, dan kun je gemakkelijk weer aansluiten. Ja, aansluiting met die top 3. Ja, dus we gaan er ook zeker weer voor. En ik denk ook gewoon de focus op de trainingen vooral moet zijn op het wel dingen laten lukken. Nou, blijft de uitdaging.
Ja, als je sowieso kijkt naar die stand, want jullie hebben dan nu 6 punten. Maar eigenlijk is dat een beetje vertekend ook, want jullie hebben best wel veel wedstrijden met een klein verschil verloren. Best wel wat wedstrijden heel dik ook gewonnen. Had er voor je gevoel al meer in gezeten? Ja, we hadden deze wedstrijden en vorige wedstrijd zeker kunnen winnen. Dat lag ook echt, de tegenstanders waren op zich goed, maar we hebben het echt zelf vooral heel erg laten liggen. Dus daarom hadden we al veel beter kunnen staan in het klassement. Zijn die verschillen inderdaad niet zo groot, maar is het tijdens die wedstrijden heel erg gaan wiebelen. Met meer kansen benutten hadden we echt... al veel verder hoger opgestaan. Geldt dat ook voor de wedstrijd tegen Reost? Ja, dat was ook zo'n pot. Ja, het was Zwift met name. Dat was de vorige wedstrijd. Ik hou nu al alles door elkaar. Ja, maar dat is geen probleem. Er zijn natuurlijk al zoveel wedstrijden alweer geweest. Er zijn alweer 6 wedstrijden geweest tot nu toe. De volgende dus tegen UDI 96. En ik wil je daar succes mee wensen. De volgende wedstrijd weer. En maak er wat moois van. Ja, zeker. Dankjewel. Tot ziens. Hoi.